de doelstelling die de Vlaamse regering voor zichzelf had gesteld bij het begin van de legislatuur, was het halveren van de kinderarmoede tegen 2020 en het met een kwart reduceren van de armoede in het algemeen. En in één zin samengevat vinden we het bijzonder jammer dat dit eigenlijk een verloren legislatuur is geweest. Goed, dat men die doelstelling niet haalt tot daaraan toe, maar is er verder nog wel werk gemaakt van het terugdringen van die armoede? Want ja, die doelstelling was natuurlijk bijzonder hoog. Men kan daarna streven, als het niet lukt, goed, dan kan men vaststellen waarom het niet gelukt is, maar heeft men dan genoeg gedaan? Wel, in elk geval hebben we heel vaak moeten vaststellen dat het tegendeel gebeurd is. Dat we maatregelen hebben gezien die het voor mensen in armoede moeilijker maakten om rond te komen. Bijvoorbeeld? Er zijn talloze prijsstijgingen geweest bij het begin van de legislatuur, van kinderopvang tot abonnementen voor de lijn. We hebben gezien dat bijkomende voorwaarden worden gecreëerd die het moeilijker maken voor mensen in armoede om hun rechten eigenlijk uit te putten. Voor het begin van de legislatuur kreeg iedereen eigenlijk automatisch het laagste tarief in zaken kinderopvang. Deze legislatuur heeft men dat tarief gevoelig opgetrokken. En als je een afwijking wil, moet je de stap naar het OCMW zetten. We stellen vast dat heel veel mensen die stap niet zetten. Omdat ze het niet kennen, omdat ze het niet weten? Omdat men het niet weet, omdat men heel veel energie moest steken in... want er is één drempel die ik noem, maar mensen in armoede worden geconfronteerd met tal van drempels. En op een gegeven moment wordt arm zijn een bijna fulltime dagtaak om aan alle administratieve verplichtingen te voldoen. Ja. En dus dat zijn evenveel voorbeelden van gemiste kansen deze legislatuur.